De Rotterdam voerde de nieuwe waterweg uit. Het grootste schip van de Nederlandse koopvaardij dat 38.645 ton meet en direct de aandacht trekt doordat het in plaats van de traditionele schoorsteen twee lange slanke rookuitlaten heeft. De machtige oceaanreus die zee koos voor een vijfdaagse technische proefvaart staat onder bevel van commodore Bouwman die leiding geeft aan een bemanning van 776 koppen. Onze medewerkers die het voorrecht genoten deze tocht van de Rotterdam mee te maken, viel het op hoe fantastisch dit schip is uitgerust. Het heeft natuurlijk radar, maar het mist een stuurwiel. De roerganger hoeft maar een kleine hendel te bewegen om zijn schip een andere koers te geven. En wat nog moderner is, het kan ook met behulp van dit apparaat op het onoverdekte gedeelte van de brug bestuurd worden. Aan de inrichting van dit luxe passagiersschip werkt een tal van kunstenaars mee, zoals de Rotterdammer Akkerman, die dit zonneschip met hemellichamen creëerde. Voor kleine passagiers werd onder meer deze ruime speelkamer ontworpen. Voor de wat groteren deze intieme bar, waar men zijn aperitiefje kan gebruiken, terwijl een legertje koks in de enorme kombuis bezig is de maaltijden te bereiden voor de 1784 passagiers. De eetzaal van de toeristenklasse, die plaats biedt aan 562 personen, is bijna gelijk aan die van de eerste klasse. Bij de bouw van de Rotterdam werd natuurlijk in eerste instantie gedacht aan het comfort van de passagiers. Maar ook de bemanning, die vele vrouwelijke koppen telt, werd niet vergeten. Hoe gezellig is bijvoorbeeld deze voor schepelingen bestemde eetkamer? Om van te smullen zijn ook de amusementsmogelijkheden van dit geriefelijke reuzenhotel, zoals bijvoorbeeld deze zaal waar men kan dansen op een met koper ingelegde vloer. Het is een van de vele ruimten waar men zich niet meer aan boord waant van een vaartuig, van het dubbelschroef turbineschip Rotterdam, dat intussen in de thuishaven Rotterdam is teruggekeerd. Tijdens de officiële proeftocht zal dit nieuwe vlaggenschip van de Nederlandse koopvaardij in tegenwoordigheid van ons koninklijk paar overgedragen worden aan de rederij die alle reden heeft om trots te zijn op haar nieuwe aanwinst. In het Overbetuwse Bemmel woont de 11-jarige Willeke van Oppenzij die de eerste prijs won in een tekenwedstrijd onder de leerlingen van de lagere school. Willeke maakte namelijk het beste ontwerp voor de affiche die de aandacht moest vestigen op de tweede ponymarkt die in haar woonplaats zou worden gehouden. En die markt in de bakermat van de Nederlandse ponyfokkerij werd net als verleden jaar één groot succes. Een 10.000 mensen verdrongen zich op deze dag om de 804 voeters die werden aangevoerd. Daartoe behoorden vreemd genoeg ook vier dromedarissen, maar die liepen alleen maar reclame voor een circus. De andere vier voeters, allemaal ponies, trippelden geduldig langs de gestrenge keurmeesters die de schoonheidswedstrijd leiden. De miniatuur paardenmarkt had op deze zomerse dag behalve fokkers en kopers ook honderden toeristen naar het ponydorp gelokt. Terwijl de handelswaar stond te flirten, probeerden de fokkers en kopers met het daarbij voorgeschreven ceremonieel, het handenspel van vraag en aanbod, zo voordelig mogelijk zaken te doen. De handel was bijzonder levendig op deze drukke markt die tussen al het gevriemel door weer menig leuk tafereeltje bood. De burgemeester van Bemmel reikte tenslotte de erebeker van de tweede jaarmarkt uit aan de zoon van de ponypionier Nas die de meeste dieren had aangevoerd. 40 in totaal. En dit was er één van.